jij daar? Ja, jij daar. Snel, pakken. Dankjewel. We moeten heel stil en onopvallend zijn. We zijn op zoek naar monsters. Watermonsters om precies te zijn. Kom mee. Zo, nu je hier toch bent, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Moezel Diepenbeek. Ik ben wetenschapper, verzamelaar en de beste jager ter wereld. Ik heb zelfs eigenhandig het monster van Loch Ness gevangen. Deze hangt bij mij thuis aan de muur. Hier in het riool van het Watermuseum wemelt het van de watermonsters. Ik ben namelijk op zoek naar een nieuw monster voor mijn verzameling. Kom je met me mee? Zo. Nou, in het riool kon ik ze echt niet vinden hoor. Misschien moeten we dan toch nog maar eens even verder zoeken. Ja, kijk! Daar! Daar zit hij! We gaan erop af. Maar wel voorzichtig. Ja, ik heb hem! Eindelijk mijn verzameling compleet. Dat was een moeilijke speurtocht. Zo, mevrouw van der Balie, mijn speurtocht is compleet. Wat mag ik nu doen? Oh, wauw, heel goed gedaan. Nou, omdat je de speurtocht hebt gedaan, krijg je van mij nog deze tekenwedstrijd. Dan kan je je eigen watermonster uittekenen. En misschien vind je het ook nog leuk om je eigen watermonster te zoeken, hier in de beek. Ja, dat vind ik een goed idee. Dan geef ik je een emmertje en een schepentje mee. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. Kijk, ik kan je eigen watermonster zoeken. Dankjewel, dat ga ik doen. Oké, tot ziens. Heb je wat gevangen? Nou, kom maar eens. God, ze zijn kleiner dan ik had gedacht. Ik ga hier binnen naar het waterlab en ik ga ze daar onder de microscoop kijken wat ik allemaal gevangen heb in mijn emmer. Oh, wauw, kijk nou, een watervloot. Ik kan al zijn pootjes zien. Ben jij tussen de 6 en de 12 jaar oud? Kom dan watermonsters zoeken. Ben je tussen de 4 en de 5 jaar? Dan is er een spannende speurtocht met een tekenwedstrijd. Dus, als jij op de basisschool zit, kom dan deze zomervakantie naar het Watermuseum in Arnhem en doe mee aan onze activiteiten.